First battle at 36. If it stays. And we're gone with the Junior A men for the elimination race. And a big hand of applause, a big hand of welcome applause for the Junior A men, ladies and gentlemen, here in Almere. Zij zijn de artiesten, zij gaan het voor u doen hier, met bij passage nog 50 ronden te gaan. We will now introduce the riders to you. The first bell we will have at 36. Eerste bel op 36, tenzij Agnes Hoezaar het anders gaat beslissen. De hoofdscheidsrechter die onderweg is naar mij. Als je zo kwaad kijkt, is het meestal niet goed. Kijk nooit kwaad naar mij. Ha! De brigade is in slagorde. De Nederlandse musketiers attent vooraan met Joran van de Vlucht, met Jordi Haring en met Gerco van Beek. Met z'n drieën goed voor tenminste 30 medailles bij de juniorenkampioenschap van de afgelopen jaar. Tenminste zeg ik, hè. We gaan het zo eens bijzoeken in onze administratie. Inmiddels duwen om de goede positie daar te bemachtigen. Stil. We horen de muziek erbij van Sportscom. Dat is uniek, dames en heren. Debuut bij het Europees kampioenschap. Muziek onder de wedstrijden. Vindt u het fijn, een beetje muziek onder de wedstrijd? Heel goed. Hier Italië in slagorde. Over slagorders gesproken. Kijk eens. Dat gaat er gedisciplineerd. Dat doen we de mannen. Ik zeg, voer de dienstplicht maar weer in. Maar deze mannen kunnen het al. Met nog 48 ronden op het bord. Ladies and gentlemen, you are attending the Junior A Finals Elimination Race. 22 riders, number 136 representing Portugal, Jesus Oliveira. Number 111 representing Italy, Alessio Paciola. Number 16 representing Belgium, voor onze Vlaamse vrienden speciaal, de medaillewinnaar Matthias Vostey. Representing France, 58, Rafael Planel. Representing the Czech Republic, Lucas Vivera. Representing Spain, number 248, Daniel Bilaverde. En voor Nederland, met 2,26, dames en heren, meervoudig nationaal kampioen is natuurlijk Gerco van Beek. 32, representing Denmark, Stefan Duwe-Schmidt. 141, Slovakia, Michal Slota. 81, representing Germany, Philip Forstner, member of the gold-winning relay team. With 112, the man to watch, representing Italy, winner of the points elimination race in the track tournament, Stefano Mareschi. 112, dames en heren, hou hem in de gaten. Dat is de winnaar van de puntenafvallingsrace op het baantoernooi vorige week. Won ook al zilver, is in vorm dus. Stefano Mareschi, 112. Number 56, representing France, Yassine Baroudi. And number 250, representing Spain, Mikel Hernandez. Nummer 227, hij was al kampioen op de marathon bij de junioren. De grote, sterke, blonde kerel. Jordi Haring rijdt hier voor Nederland. Number 33, representing Denmark, Victor Hout-Turup. Number 142, representing Slovakia, Lucas Benedik. Number 83, representing Germany, Tim Gegner. Number 113, representing Italy, Alberto Puttignano, medal winner in these European Championships already. Number 57, representing France, Clément Chaluc. Number 249, representing Spain, Iker Garcia. Number 82, representing Germany, Timo Kislich, also medal winner already in these European Championships. En met 2-2-29, ladies and gentlemen, namens Nederland, Joram van der Vlucht. Hij heeft een fantastisch KPN-NK gereden 3 weken geleden hier in Almere. Aanhangwagen moest hij meenemen om al die medailles mee naar Zuid terug te nemen naar Zuid-Holland. En hier is hij in het Europese peloton
Met ploeggenoten Jordi Haring en Gerco van Beek. Inmiddels nog 44 ronden op het bord. 44 laps to go. En kunnen natuurlijk op de hoogte blijven, dames en heren. Allemaal op schaatsen.nl. Stay tuned. Don't want to miss anything at www.schaatsen.nl. A warm welcome to everybody watching the 4G livestream. Als je meeluistert op de livestream met 4G snelheid van KPN. Heel hartelijk welkom. Leuk dat je kijkt. Leuk dat je luistert. We denken aan jullie. En jullie aan ons hier op het Europees kampioenschap inlineskaten. Maar inmiddels de posities worden ingenomen voor de eerste afvalling die we gaan horen bij het rondebord op 36. Make a move, cross the line. Even de ronde nog. 42 laps to go. First bell at 36. And I miss somebody on the starting list. I miss Matteo Merisci. Dove Matteo? Non c'è. A casa. Winner. Winner of the elimination race last week. In the track tournament, he's already gone home. He misses his mother. Mamma mia. That's a pity. Great rider, strong rider, ladies and gentlemen. Matteo Merisci, as normally we concentrate on the people who are competing, but Matteo Merisci is a strong rider. In 2009 in Ostende, he won gold at the elimination race. In 2010 in San Benedetto, he won silver medal. And in the points race, also in 2009 in Ostende, he won the silver medal in the points race, which was won by Maurice Fried. Well, it's time to joke among the bunch. The Danish rider, make sure. Jan, ik heb een hele belangrijke mededeling. Morgen beginnen we een uur eerder. We beginnen om 9 uur. Special announcement from my colleague Henk Hagedoren. Tomorrow the competition will start at 9 o'clock. That's 1 hour earlier. 1 hour summertime. 1 hour earlier. Tomorrow competition starts at 9 o'clock. Goeie bedankt Henk. Dat betekent dat ik om 6:30 op moet. Maar ik doe dat graag voor deze prachtige sport. 40 ronden nog, 40 laps to go. Ancora 40 giri. En de benen zijn inmiddels opgewarmd van de mannen. We zagen net het Danish team upgrading their Facebook accounts. Wordt ondertussen gewoon getwitterd en Facebook, dames en heren, in het peloton. Kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Let op, zo meteen slaat de vlam in de pan als het ronde wordt op 36 staat. Laat u niet in de maling nemen. De mannen nu in Polonaise stand hier over de baan. Eens even opzoeken wat dat in het Italiaans is, Polonaise. Hier de Spanjaarden aan de leiding. Komen op de laatste rechterlijn onder de boog van KPN. Gaan dan natuurlijk zien dat het rondebord op 39 staat. 39 laps to go. Prossimo passaggio. Ancora 39 giri. Ancora 39 tour. 39 ronden nog te maken. Ziet ook Martin de Jong. Man die alles ziet met één oog. En wat een race net, hè, dames en heren, van Annemarie Boer. Ja. Hij loopt daar hier zometeen met de ploeggenotes richting de tribune. Ja, dames en heren, als je nu over je linkerschouder kijkt, als je op de tribune zit, dan komen ze aan. Hè. De drie musketters van Nederland. Melissa de Boer, Lisa van der Geest en kampioene Annemarie Boer. En dat is wel een beetje een lauw applausje, dames en heren. Wat zeg je? Ja, Spanje aan de leiding. En Spanje
in the lead with all three riders on top of the bunch. Then Italy, then France, then the Netherlands, then Denmark. And Germany moving up. Ja, het wordt nerveus nu, hè? Nu worden ze nerveus, Almere. Now they're getting nervous, ladies and gentlemen. We're up to 37 laps to go. So next lap we will hear the bell for the first time. And for the first elimination. The first time a rider has left, have to left. The race, speeding up now. Speeding up the team and the Dutch team doing very, very, very well. Ah, doet het goed, mannen. Jullie doen het fantastisch. In de flow natuurlijk van de 10 gouden medailles van Nederland. Het meest succesvolle internationale toernooi aller tijden. Sinds het ontstaan van het heelal. Ah, dat is lang, hè. Dat is er al een tijd. Maar hier gaan we het meemaken met de mannen onderweg naar de laatste rechte lijn. Want we gaan bellen voor de eerste afvalling. We gaan bellen voor de eerste afvalling. Bel voor de first elimination met Nederland majestueus aan de leiding. Klasse mannen, zo hoort dat. En als u dat op de tribune ook vindt, dames en heren, dan gaan we dat natuurlijk laten horen zometeen voor deze kerels. Dat is belangrijk. En weten we natuurlijk dat we gaan kijken met name naar de Italianen. Want in de afvallingsrace vorige week was het 1-2-3 voor Italië. The elimination race last week on the track, it was 1-2-3 per Italia. En hier komen we aan met allemaal breed over de finish. En gaan we het horen van collega Henk Hagedorp. Elimination 1-4-1. 1-4-1 elimination. Michal Slota. Slovakia, thank you. And now we're moving up, ladies and gentlemen. With our every other lap, we will ring the bell. 34 ronden nog te gaan voor deze mannen. En oh, daar staat vechten. Daar staat vechten tussen Denemarken en Italië. Jij mag mijn Lego niet meer lenen, zegt hij net. Hop weg, snelheid omhoog. Met de Italianen nu in leidende positie. Ja, ze worden nerveus. En de rijders hier van Team Nederland, die doen het geweldig, houden goed stand in dit geweld. En komt daar ook de tribune oplopen, dames en heren. Natuurlijk is hij de tweevoudig Europees kampioen, gaat meegenieten van de sport. Hij is op de tribune. Ik wil een heel groot applaus. Kijk naar beneden als je op de tribune zit, want daar loopt de tweevoudig Europees kampioen. Daar is Ronald Mulder. Ja, en inmiddels is het knokken gaan blazen daar aan de andere kant. Maar onze jongens doen het geweldig, hè? Elimination 27. Elimination. 27 elimination. Lucas Vejera, Czech Republic. Hier zijn de mannen. Hier is Jordi Haring, die als eerste de bel hoort. Warning 248. Villaverde. Warning. Eerste waarschuwing voor Daniel Villaverde. En Nederland, jongens, kijk eens even hoe goed ze dat doen, hè, de mannen. Ah, die zijn geïnspireerd door Annemarie Boer. Die zijn geïnspireerd door Ronald Mulder vandaag hier op de baan van Almere. En daar de Portugese coach die daar in Cirque du Soleil-achtige bewegingen probeert de Portugezen op andere tactiek te brengen. Gaat de snelheid hier weer omhoog en wordt er gekeken. Hola. Ik schrok zo van die coach. Elimination 136. Oliveira 136. Elimination. Jesus Oliveira, obrigado. And now making up their way to the 30 lap sign. Ancora 30 giri. Ancora 30. Draait zich ronde nog te wachten. En we hebben nog 30 ronden op het bord. En inmiddels onze jongens tikkie naar de achterkant. Op Joram van der Vlucht na. En die krijgt, ja. Die heeft net een vlakke Italiaanse hand van heel dichtbij gezien. Benieuwd of dat gezien is. Of het ging natuurlijk per ongeluk. Maar hier onderweg in. De laatste rechterlijn naar de finish. Hebben we nog 29 ronden te gaan. 29 laps to go.
elimination 249. 249 elimination. Iker García, España. Out of the race, and with 28 laps remaining. It's now good to see what a tactical maneuvers have to be made for the remaining part of the race. Het is ook tactisch nadenken hier. Hè. We zagen net de coaches ook over de boarding hangen voor de laatste aanwijzingen. Denen rijden opvallend sterk, moet ik zeggen. Zagen we vorige week ook in actie op de baan. Hadden de tactiek om onvermoeibaar te blijven aanvallen. Ik denk dat we nog wat gaan zien van die Denen. En inmiddels komen de mannen weer hier op de finish. Onder de boog van KPN zien we dat het rondebord op 27 staat. 27 ronden nog te doen en het is knokken. .250 disqualified. Excuse, elimination. By fall. Elimination by fall 250. Another bell with 26 laps to go. Hier is Joram van de Vlucht, die trekt de kar hier. Gevallen bij de training. Elimination 248. 248. Daniel Bilaberde. Complete team of Spain eliminated. Is there a soccer game or something? Heel Spanje eruit. Dat zien we niet vaak. Zal er wat aan de hand zijn? Bij de mannen uit van het Iberisch Schiereiland. Italië in controle. Frankrijk in controle. En een zeer sterk optreden van het Nederlandse team, dames en heren. Zeer sterk rijden van Joram van der Vlucht. Jordi Harik, natuurlijk de nationale kampioen op de afvallingskoers. Gerko van der Beek pakte daar het zilver, Joram van der Vlucht het brons. De top 3 van het KPN-NK rijdt hier voor Nederland het Europese kampioenschap. En de mannen kunnen dat. Gaan hier op volle snelheid hier. Kijk eens even. 10 man breed. Ah, dat is listig. Dat is een listig. Het worden de videobeelden bestudeerd. Gelukkig staat collega Henk Hagedorn daar. Elimination 1-4-2. 1-4-2 elimination. Lucas Benedik, Slovakia, out of the race and speeding up now for the final part of the race. We're over halfway. We zijn dik over de helft met nog 21 ronden op het bord bij Passage. Prossimo passaggio, ancora 21 giri. Ancora 21 ronden nog te maken. En fijn dat de tribune lekker vol zit hier in Almere. It's good to see that the stands are full. Warm welcome to all skate fans. Oh la la! Oei! Nou Henk, daar gaat het worden. Inmiddels hoofdscheidsrechter richting de jurybus. Benieuwd. Wie er gaat afvallen en op 2000 te gaan. Elimination 229. By fall. 229. Elimination. Ai, 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 ai.
is spijtig voor Nederland. 229 Joram van der Vlucht uit de race. 229 Joram van der Vlucht is uit de race. De bronzen medaillewinnaar van het KPN NK 3 weken geleden hier in Almere. Dat is jammer, dat is een aderlating voor Nederland. Want hij was sterk. Hij reed tot nu toe een fantastische race. En hier inmiddels hebben we het te veel krachten gekost in het begin. Op de baan in Almere zitten we Jordi Haring met de handen op de knieën. 227 elimination. En moet hier dan ook de race verlaten. Jordi Haring, de nationale kampioen. Sterk gereden. Respect voor de mannen van Nederland die vanaf het begin af aan de koers hier hard hebben gemaakt. Joram van der Vlucht en Jordi Haring, knap gedaan. 18 laps to go, Giciotto Giri. 18 laps to go. En still in the race, Alessio Paciola, Matthias Voste, Rafael Panel, Gerco van Beek, Stefan Doerschmidt, Filip Vosner, Stefano Mareschi, Yassine Baroui, Victor Arturo, Tim Gegner, Roberto Putignano, Clément Charik en Timo Kieslich. Hebben we nog in de race. Good to see. Speeding up now. Is the next elimination. Elimination 83. 83 elimination. Tim Gegner, vielen Dank. Herzlich willkommen alle Deutsche. In mijn skatevrienden, op die tribune. Hunt zie mich. Ah, dat is goed. Waar is Duitsland? Ah. Bienvenue spécialement pour l'équipe française. Où est la France? Ici. Où est la France? Encore une fois, ok? Où est la France? Ah oui. Ah oui. Specialmente. Benvenuti alla squadra italiana, grazie per essere venuti. Dove l'Italia? Ancora una volta è Pace Lanzio. Dove l'Italia? Allora, grazie. Here we go, back to the race with 15 laps to go. Ja, het zit er natuurlijk nog Gerco van Beek erin, dames en heren. Ik zeg hier net gedag aan al die grote skatelanden, maar de meeste zitten natuurlijk hier uit Almere en omgeving. 33 elimination. 33. Dus ik wil graag even horen waar alle fans zijn van Gerco van Beek. Waar zit Nederland? Ah, dat doen we niet voor, hè. Waar zit Nederland? Zo gaan we het doen. Iedereen luistert mee op de livestream. 4G van KPN, er zijn nog 14 ronden te gaan. 14 laps to go. Italy leading the race. With 112. Stefano Mareschi. Kampioen. Kampioen Europeo. 13 laps to go. Next passage. Prossimo passaggio. Ancora. Dertien ronden nog bij de volgende passage. Nog steeds is het Gerco van Beek die het fantastisch doet namens Nederland hier in dat grote peloton. Want het is zwaar, dames en heren, de afvallingsrace. En met nog 13 ronden erbij zien we dat het lastig gaat worden voor de Fransen of de Italianen. Henk Hagedorn, verrassing sowieso. 56 elimination. Elimination 56. Yassine Baroudi. Elimination de la France. And now, making our way up to the finals of this elimination race. Only 12 laps to go, Almere. Gerco van Beek nog steeds erbij. Gerco, wij steunen jou. Wij steunen Gerco van Beek, dames en heren. Hij gaat erbij blijven. 11 ronden nog op het bord. 11 laps to go, ancora 11 giri. Onze tour. En
zien wat er gaat gebeuren. De Italianen in slagorde. Ze werden 1, 2 en 3 vorige week op de afvallingskoers op de piste. Stefano Moreschi die de punten en afvallingskoers won op die prachtige nieuwe piste van de Almeerse schaatsvereniging. Met al die mensen die het zo geweldig doen. Hier gaat de doek dan vallen. Helaas. 2-2-6, elimination. En wij willen graag een respectvol applaus, dames en heren. Want hij heeft het fantastisch gedaan voor Nederland. Gerco van Beek, de meervoudig nationaal kampioen met de junioren. Kun je allemaal terugvinden op schaatsen.nl. En wij gaan kijken, want we hebben nog 10 ronden te gaan. 10 laps to go, only 10 laps to go. And we know who will be the new European champion in the Junior A Men's Elimination Race. Hier is het Matthias Vos Tee, die aan de leiding gaat rijden. Natuurlijk weten we dat we straks in augustus met z'n allen richting de Vlaamse kust gaan trekken voor het wereldkampioenschap in Oostende. Zorg dat u erbij bent, dames en heren. En wij gaan kijken, want ik ga zelf ook een stukje achteruit. Het gaat spannend worden hier in Almere. Want we hebben nog 9 ronden op het bord. Only 9 laps to go. And up in the race with 3 Italian riders. We're up with 2 French riders. And we had 2 German riders, but their one will be eliminated. Hey. 82. Elimination 82. Timo Kieslich out of the race. En weten we natuurlijk, dames en heren, dat we met Gerco van Beek net ook de zilver medailleman van de relay team. Samen met Kai en Rick Schipper. Jongens hadden het geweldig gedaan vorige week. En we hebben ook nog maar 8 ronden te gaan. Only 8 laps to go. Timo Kieslich die het zilver won vorige week. Timo Kieslich just eliminated, won the silver medal last week in the points elimination race. And now concentrating on the final of the elimination race today with 3 Italian riders still in the bunch. So strong, the Italian Junior A men team. Last week, number 1, 2 and 3 in the points elimination race. Speeding up now with only 7 laps to go. We hebben nog 7 ronden te gaan. Oeh la la! Is daar protesten van de Frans. Van Rafael Planet. Elimination 58. Elimination 58. Rafael Planel. And of course, we're curious. Alberto Putignano still in the race. Won a bronze medal in the 1000. He won a silver medal in the elimination race. And still up for the next elimination. Only 6 laps to go. And Matthias Vos Tee beziet dat eens even van de achterkant. Matthias Vos Tee nog steeds erbij. We weten dat Philip Forstner, sterke Duitse kerel, strong German rider, member of the gold winning relay team, still in the race. We hebben met Stefano Moreschi, met Alberto Putignano. En ik ben benieuwd, Henk Hagedorn. 32 elimination. Stefan Duwe-Smit, elimination Denmark. Philip Forstner, Stefano Moreschi. Alberto Putignano, Alessio Paciola. Bronze medal winner in the points elimination race last week on the track, Alessio Paciola. In great form, the Italian team searching for each other. 4 laps, last elimination, 6 riders left. Only 6 riders left. Philip Forstner, Matthias Vos Tee, Clément Chaluk, Alberto Putignano. En Alessio Paciola. Last elimination, final elimination. Ladies and gentlemen, big hand of applause. Only 3 laps to go. Oh, what an exciting race.
Who will it be? Hank? Elimination 81. 81 elimination. Philip Forstner out of the race. So we remain with Clément Chaluc, Alberto Putignano, with Stefano Mareschi, with Mattias Voste and Alessio Paciola. Three Italians, one Belgian, one rider from France. Final two laps, only two laps to go. Mattias Voste in the last position. In 113, Alberto Putignano. Winner of the silver medal in the elimination race last week. Winner of the bronze medal in the 1,000 meters. Attacked by the Italians. And we're moving up to the final lap. Laatste ronde, dames en heren, hier in Almere. Dan gaan we er nog één keer laten horen. Gaan we staan op de tribune. Please all rise on the stands for the final lap of the Junior A men. Hier komen ze. Oh, we gaan in de Italianen. Wat gaan ze doen in de laatste ronde? Met natuurlijk altijd Alberto Putignano aan de leiding. Met Stefano Mareschi in de laatste positie. Mattias Voste, kan hij het doen voor onze zuidenburen? Of is het Clément Chaluc voor de Fransen? Gaan we het meemaken in die laatste ronde hier. Mattias Voste, hij moet dat kunnen. Die sterke Vlaming op de tribune. Of wordt het opnieuw voor Italië? Die al 7 gouden medailles te pakken hebben hier op het Europees kampioenschap in Lijnskater in Almere. Weten we dat we gaan sputten met Italië aan de leiding. Jawel, Italië. Viva Italia, 11, Alessio Paciola. Vincitore, medaglia d'oro, Alessio Paciola. Gold for Italy.